Wie is er geweest gisteren naar het Open Monumentendag? Zie je, ik zei het tegen je, ik deed het eerste niet zo, er waren er nog meer dan dit. Het is echt, nou jij en ik zeg maar, ja dus, en Mathilde. Alle gemeenteleden die zijn geweest ben ik dan ook tegengekomen geloof ik, alle drie. Lieve mensen, doe iets aan je cultuur, aan je, weet je wel, Den Haag en zo, monumenten. Haags Museum, Historisch Museum, het Kabinet van de Koning, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Ridderzaal, Gevangenenpoort. Noem maar op, waar ben ik nog meer geweest? De Raad van State, het Kneuterdijk, Paleis van de Kneuterdijk. Nog een raad van de wet, van de, nou, niet van de wetgeving, maar zoiets, nog een raadgebouw. Heel veel raad in Den Haag, dat weet ik wel. Er is heel veel raad hier in Den Haag. Dus wat goed dat jullie allemaal, oké. Dus daar hoef ik niet zoveel. Het was een fijne dag. Het was een fijne dag. En het allemaal, misschien toch een suggestie voor volgend jaar. En ga eventjes binnen in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, even een schietgebedje doen. Toch? De regering heeft ons nodig. Aanstaande dinsdag Prinsjesdag, weet iedereen dat wel? Je weet dat alleen in Den Haag hebben de scholen vrij. Dat klopt nog, dat is nog steeds zo, hè? Dus dat wist je, dat je kindje vrij is dinsdag? Ja, nou ja, ik weet niet. Dat is belangrijk. Ja, de regering heeft ons gebed nodig, weet je dat ook? Dat weet je wel, dat weet je wel. En weet je, de belangrijke plannen voor komend jaar worden aangekondigd. En Frits Wester, die weet altijd weer dat uit te peuteren. Hij heeft de reputatie om als eerste uit te krijgen wat er allemaal in de miljoenennota staat. Maar hoe dan ook. Ik stel voor dat we als kerk in Den Haag een moment gaan bidden voor onze regering. Vind je dat goed? Bid met me mee. Heer, we zegenen de regering, we zegenen de koning. De regering van Den Haag, premier Rutte en zijn team. We zegenen alle ministers, de staatssecretarissen met wijsheid in de beslissingen. Heer, er is zoveel. Zo'n ingewikkelde wereld tegenwoordig waar zoveel beslissingen moeten worden genomen. We bidden ze uw wijsheid toe, uw zegen toe. We bidden ook voor het stadsbestuur Den Haag, burgemeester en wethouders. Uw wijsheid, Heer, in de beslissingen die ze nemen. We bidden ze wijsheid toe in Jezus' naam. Amen? Amen. Dan hoop ik dat er inmiddels een filmpje klaar is. Het zou nog een goed bijna. Ja, wat is nou bijna? Als je zo'n bijna zegt, hoe lang duurt dat bij jou thuis? Weet je, een uur. Oh, nou nee, dat is niet te doen. Hey, ik ben in een serie bezig en vandaag de laatste keer. Laat je horen, de serie Laat je horen. We hebben met elkaar besproken, jij en ik. We hebben een mooie, belangrijke boodschap. De boodschap van hoop te brengen in de wereld waar we in leven. De mensen waar je mee optrekt, je collega's, je familie, je mensen in je straat. En we hebben gezien hoe de vijand probeert om die stem te verstommen, te verkleinen. Maar hoe wij elkaar willen stimuleren om je te laten horen. Laat je horen. En er zijn een paar, hier in 1 Petrus 3 vers 15 hebben we gelezen. Wees steeds bereid iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in je leeft. Maar doe het zachtmoedig met respect. Leef zo dat mensen vragen gaan stellen. Leef zo dat mensen op je werk vragen gaan stellen. Joh, ga je echt elke zondag naar de kerk? Of noem maar wat. Maar de kerken lopen toch leeg? Het is allemaal te koop, heb ik begrepen. Hoe zit het? Weet je, als je. De Bijbel zegt, laat je vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen. Als mensen zien de vriendelijkheid en de manier waarop je bent en die goede collega's tot zegen wil zijn, dan zullen de vragen komen. Ben ik van overtuigd. En de Heer wil open deuren geven, ja toch? Wat een prachtig verhaal net met Martine. En ik gun het haar zo. De Heer heeft een wonder gedaan in een week. Sommige mensen hebben wat langer gebed nodig. En Klaas-Jan is jarig vandaag. Dat is een helemaal mooi feest. Maar wat Klaas-Jan, hij is voor degene die het niet weet, hij doet bij ons de Bijbelstudies. Hij geeft Bijbels en gaat weer beginnen. Klaas-Jan, ga even staan. En dan weet iedereen weer, oh ja. Yeah. Dus of deze week of komende week ga je beginnen met het onderwerp, moet ik even goed zeggen, kennismaking met minder bekende mensen uit de Bijbel. Zeg ik het goed? Persoonlijke kennismaking. Oké, nou, dus we zijn dankbaar dat je dat doet steeds, Bijbelstudie. En weet je wel, er zijn mensen die hebben het verlangen om dieper te gaan, om dieper in het woord te duiken en om op zondagochtend kan je maar zondagmiddag maar tot zover. Dit is vooral een celebration, de goedheid van de Heer, wil elkaar bemoedigen, opbouwen in Gods goedheid, maar de diepte kan ook. En Klaas-Jan helpt daar ons enorm bij, dus daar zijn we dankbaar. Als je meer wil weten, loop even naar hem toe, aan het eind loop je daar een beetje
bij de ingang. En dan als je wil weten waar, hoe laat, donderdagavonden zijn het in ieder geval. Is mooi. Ja, toch? Hij is er. Het felbegeerde filmpje. Let op hoor. Let op. Hey CLC Den Haag, zondag 22 september ga ik bij jullie zijn om het woord van God met jullie te delen. En ik heb er ontzettend veel zin in. God heeft een woord op mijn hart gelegd en ik geloof dat er heel mooie dingen gaan gebeuren. Dus ik zou je willen uitnodigen, neem je vrienden, familie enzovoort mee. Zorg dat je erbij bent. God gaat fantastische dingen doen en jij kan erbij zijn. Tot snel in Den Haag. Zie, dat hadden we niet willen missen, toch? Heb jij nou weer een foto gestuurd? Hoe gaat dat in de familie de Vos? Ja, dan zegt hij, ja, dat weet ik, dat was mijn eigen filmpje. Nou, dus, hoe dan ook. Hij heeft twee verschillende boodschappen. Dus misschien wil je gewoon allebei de diensten te zijn, twee verschillende preken. En, grote verrassing, tenminste, ik hoop dat Young & Free en City Point dit weet, maar misschien nog niet. Van 2 tot 2:30 doet David een Q&A voor alleen Young & Free en City Point. Blij mee? En een paar vragen gaan we stellen, maar het gaat vooral ook over je roeping. Hoe leidt God je nou als je aan het bidden bent over je toekomst enzovoort? Hoe gaat dat? En dus daar heeft hij veel over te vertellen, omdat hij natuurlijk zelf een enorme mooie bediening inmiddels heeft. Dus dat lijkt me gaaf. 2 uur in de basement volgende week, Q&A met David. Mooi? Oké, we gaan het woord van de Heer oppakken verder. Dus we hebben gekeken naar klein denken, hoe dat je stem vermindert. We hebben gekeken naar een leven vol van spijt. Als je spijt hebt, zoveel spijt van allerlei dingen. Of dat je denkt in kansen in de toekomst. Je hoop ligt in de toekomst, niet in het verleden. We hebben gekeken naar onverschilligheid. Of een verschil maken. Sommige mensen die zo onverschillig zijn, over niks meer te bewegen zijn. En de Heer zegt, nee, ik wil je vullen met mijn kracht en mijn passie, zodat je verschil maakt. We hebben gekeken naar jezelf vergelijken of jezelf zijn. En we zijn tot de conclusie gekomen, er is inderdaad iemand knapper dan jij. Er is iemand rijker dan jij. Er is iemand slimmer dan jij. Enzovoort. Dus dat vergelijken gaat nergens heen. Toch? Dat gaat nergens heen. We willen dat jij jezelf bent, zoals God jou gemaakt heeft met jouw talenten. En zo, daar heeft God een plan mee. Anderen de schuld geven hebben ontdekt dat ook dat, het maakt je alleen maar kleiner en niet groter. Het zit er diep in, al heel snel, bij Adam en Eva. Ze geven elkaar al de schuld en de slang en iedereen. En de Heer zegt, zo ga je nergens naartoe. En de vorige keer wat over de meningen. Daar zijn de meningen over verdeeld, zeggen we dan. Dat is precies wat meningen doet. Meningen verdeelt mensen, terwijl de raad van de Heer mensen bijeenbrengt. De raad van God is zijn wijsheid. En het is heel iets anders dan de mening. En vandaag wil ik met je een paar gedachten delen. Ik heb hem even genoemd. We blijven positief, jongens. Wel positief blijven. Dat regeltje hoorde ik vaak toen ik nog op mijn KPN zat. En er was er weer allerlei gemopper op de afdeling. En dan riep toch iemand, hey, we blijven wel positief. Hè? We blijven positief. Dus daar een beetje negativiteit verstomt je stem. Positiviteit brengt iets waar mensen graag in intappen en naar luisteren. Ja, toch? Dat is in kort eigenlijk waar we over nadenken. En ik heb het niet over eerlijke vragen. Er is een verschil tussen zogenaamde vragen van moppenkonten, maar die zitten hier niet natuurlijk, moppenkonten. En eerlijke vragen van mensen die worstelen met dingen. Er is afgelopen week, misschien volg je het of niet, het is allemaal niet zo fraai, maar een voorganger van 30 die een gezinnetje achterlaat en zichzelf het leven ontneemt. En dat is, van wat ik zie in een paar maanden, is dat de derde of vierde waar ik van hoor in Amerika. En het verrange is dat hij zelfs een groep had, een gespreksgroep zelfmoordpreventie. Dat is toch wel heel wrang. Als je dan zelf uiteindelijk wel dat doet en een gezinnetje achterlaat. En ik kan me voorstellen dat je, als je zulke berichten hoort, of een bekende aanbiddingsleider die openlijk hele stukken schrijft op social media over zijn twijfels over God en geloofsleven. Liedjes, wij zingen zijn liedjes enzovoort. Ik kan me voorstellen dat vragen bij sommigen oproept. En dat misschien in zo'n groep als dit zijn er misschien wel mensen die dezelfde vragen hebben. Of een aantal van die vragen. En dat je het gevoel misschien hebt dat je die vragen niet mag stellen of zo. En dan wil ik je helpen. Die eerlijke vragen, stel ze wel, want dan kunnen we elkaar helpen. Dan kunnen we elkaar beter dan alles voor jezelf houden. Dat is niet negativiteit.
Dat is openheid, dat is heel iets anders. Dat is niet wat deze preek over gaat. We willen je helpen. Op de connectgroep is de beste plek, denk ik. Waar je met elkaar van, joh, dat doet me wat. Ik merk dat er een snaar wordt geraakt bij mij. En hoe gaan jullie daarmee om? Wat doet het jou? Enzovoort. Dus ik kan me voorstellen dat je... Die openheid is belangrijk. En als je vragen hebt, moet je een plek hebben waar je ze kan stellen. We zijn geen happy clappy, alles is glorie, alles is roze geur, maneschijnkerk. Dat je dat al ontdekt. We zijn gewoon mensen, van vlees en bloed. Met een liefde voor de Heer, maar ook met vragen soms. En niet alle vragen, we hebben zeker niet overal antwoord op. En sommige vragen worden nooit beantwoord, heb ik het gevoel, in dit leven, aan deze kant van de eeuwigheid. Maar alleen het feit dat je de vraag mag stellen en erover kan praten en anderen... ja joh, ik snap je vraag, want die vraag heb ik ook. Maar toch, mijn hoop is gericht op Gods goedheid. Het is geen drijfstand dingen, maar onze hoop is gericht op de Heer. Zijn goedheid. En ik moet vaak tegen mezelf zeggen, als je dat soort vragen ziet of dingen ziet gebeuren... duivel slecht en God goed. Dan moet je een hele duidelijke lijn... en we leven nog steeds in een gebroken wereld... Er zijn een heleboel dingen die gebeuren die niet Gods wil zijn. God heeft het goed bedoeld, maar de mensen maken er een potje van af en toe. Maar dat is niet Gods schuld. Hij is goed. Duivel slecht. God goed. De duivel wil ons laten geloven dat hij nog niet zo slecht is. En dat God niet zo goed is als dat we dachten. Hij wil dat een beetje verwarren. Een beetje voor jezelf goed vaststaan. Jezus in zijn goedheid... In zijn geweldige liefde voor jou en mij is gestorven een vreselijke dood aan het kruis. Om onze zonde te dragen, de prijs te betalen, zodat er weer een open hemel is boven ons leven. En dat je weer mag gaan in het heilige de heilige om Jezus en God de Vader te ontmoeten in een persoonlijke levende relatie. Dat is de goedheid van de Heer en wat er allemaal omheen... Weet je, ik geloof dat de goedheid van God steeds meer zichtbaar wordt in je leven als je hem dient... Maar we hebben allemaal onze dingen, ja toch? Dus, maar over negativiteit is iets anders. De Spreuken 10 vers 11. De mond van de rechtvaardig is als een boom des levens, maar de mond van de goddeloze verbergt geweld. Een bron des levens. Ik zei boom, een bron des levens. De Message-vertaling staat dat the mouth of a good person is a deep life-giving well. Een bron. But the mouth of the wicked is a dark cave of abuse. Als je kijkt naar die twee plaatjes tussen een bron of een cave, het is een grot, dan is dat een heel groot verschil. Die grot waar de negatieve praat mee vergeleken wordt in de Message, die grot is ontstaan door de elementen. Die is gewoon ontstaan. En zo als jij en ik, als we in een duisternis zitten, in weet je, dat halve en dat vochtige, wat er allemaal in de grot is, en duister en moeilijk. En dan zeggen we, ja, dat is zo ontstaan, dat is door de omstandigheden. Door mijn leven, door vroeger, door van alles. Maar een bron, daar kies je voor om die te graven. Zeker in die tijd in Israël moesten ze diep graven in de woestijn om water te vinden, levend water te vinden... Om water te putten uit die bron. En daar moet je dus bewust aan werken. Die bron komt niet zomaar omhoog borrelen. Zeker niet daar in het Midden-Oosten. Daar moet je aan werken. En dit is een beetje de les. Als we niet bewust zijn, dan zakken we vanzelf een beetje richting de grot. Een beetje vaag, half duister, een beetje... En dan de elementen. En dan zijn we eigenlijk een beetje slachtoffer geworden van onze opvoeding, onze omstandigheden enzovoort. En de Heer zegt tegen jou en mij, kom uit die grot en graaf de bron. En de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, over de bron, de fontein van levend water die uit ons binnenste zal vloeien. Maar je hebt nodig dat je daar bewust voor kiest. Dat je bewust zegt, ik ga die bron aanboren, ik ga daaruit putten. Dat is een groot verschil. De menselijke natuur, ik heb nog even gecheckt net, het is 3,4%, wat was het, de werkeloosheid. Even voor makkelijk, laten we zeggen, 3% werkeloosheid. Dat is overigens een heel goed cijfer. En we hebben het vaak over zoveel procent werkeloosheid, maar 97% bijna, zeg maar, werkt. Maar de menselijke natuur zoomt heel gauw in op dat wat niet goed is.
als spreker weet je dat. Iemand, weet je, mensen kunnen bemoedigen. En dan komt er eentje. En ja. En dan neem je dat mee naar huis. Ik zal nog geen voorbeelden gaan noemen. En op de een of andere manier, de menselijke natuur heeft de neiging om die grot in, de elementen. Maar we zeggen, nee, wacht, ik ben geen staart, ik ben hoofd. Ik wil mijn leven bouwen zoals God het heeft bedoeld. Dus hier zijn een paar punten. Ben je er klaar voor? Negativiteit laat altijd je verslagenheid van binnen zien. Het is vaak gericht, bijna altijd gericht op anderen. Negativiteit, maar het laat eigenlijk iets zien van jezelf. In Matteüs 12, vers 34, vanuit de overvloed van je hart spreekt de mond. Vanuit de dingen die uit ons mond komen, laat heel veel zien. Eigenlijk over wat er in je hart gebeurt. Weet je, en dat kan, sommige mensen, weet je, het kan over de regering gaan, over je vrienden, of over je schoonmoeder, of over je schoonmoeder. Zo, iemand zei, we zijn al heel veel kerken geweest, maar elke kerk heeft ons pijn gedaan. Zou het kunnen zijn dat dat niet aan elke kerk ligt? Weet je wel, in Open Monumentendag, daar zijn ook heel veel kerken op. Dus wij liepen bijvoorbeeld de Kloosterkerk. Dat is eigenlijk theoretisch nog steeds de kerk van het Koningshuis. Als het Koningshuis naar de kerk gaat, gaan ze naar de Kloosterkerk. Dus ik was daar nooit binnen geweest. Mathilde wel, die heeft een keer bij een van de politieke meeting, heeft ze daar gebed mogen leiden, maar daar was ik niet bij. Dus ik vond het leuk om te zien. Hele andere cultuursfeer, hetzelfde geloof. En dan kom je mensen tegen die heel bewust natuurlijk ook daar de Heer liefhebben en God geloven. En je ziet gewoon, weet je, er is een andere manier van zingen en zo. Maar hetzelfde, de liefde voor de Heer, hetzelfde. Ja toch, en dat is zo mooi, dat mag gewoon. Die verschillende kleuren, veelkleurige wijsheid. En hoe dan ook. Dus nummer 2, negativiteit rechtvaardigt altijd zichzelf. Spreuken 16 vers 2, al iemands wegen zijn recht in zijn eigen ogen. Ken je die mensen? Altijd helemaal vertellen hoe dat dan komt en kwam en waarom ze dat zeggen, waarom ze het zo zeggen. Rechtvaardigen zichzelf. Negativiteit rechtvaardigt vaak zichzelf. Niet erg open voor feedback en niet erg open voor, weet je, als je wil groeien in, we hebben het vaker tegen elkaar gezegd, maar in invloed en leiderschap. Het vermogen om te kunnen invoelen hoe je overkomt op de ander is echt een key in je leven. Als je iets wil bereiken, dan zal je daar, is dat een belangrijk ding. Hoe kom ik over? Hoe negativiteit rechtvaardigt altijd zichzelf. En dan altijd recht in je eigen ogen, maar de Heer toetst je geest. Misschien zeg je, weet je wel, er zijn allemaal nieuwe dingen. En dan zeg je, niet je, maar mensen, allemaal hype, allemaal, nou hebben we dat weer, nou hebben we dat weer. En soms zijn het mensen die vroeger zelf voorop liepen. En als je creatief wil zijn als kerk, als je vooruit wil bewegen als kerk, moet je niet bang zijn om af en toe iets te proberen. En in vormgeving heb ik het dan over. En soms komen we erachter, wauw, dat was fantastisch. En soms komen we erachter, had iemand nog meer ideeën dan dit? Zoiets toch? Positief gezegd. Maar hoe dan ook, ik geloof in vooruit bewegen en in creativiteit en kijken wat God doet deze dag vandaag. Weet je, laat je niveau van je geloof nooit aangepast worden op je omstandigheden of je ervaring. Dat je ervaring niet op hetzelfde niveau komt als wat het woord van God zegt. Misschien heb je ooit een keer gebeden voor iemand die ziek was. Maar werd niet genezen. Gebeurde niks. En dan zeg je, ja, ik weet niet hoor, die gebedsgenezing en zo. En dan haal je het woord van de Heer op het niveau van jouw ervaring. Terwijl de Bijbel toch op interessante opmerkingen heeft over genezing. Enzovoort, wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis. Laat nooit jouw ervaring bepalen de invloed van het woord van de Heer, Gods beloftes. Negativiteit, kies je vrienden voor je uit, nummer 3. Wie omgaat met wijzen, wordt wijs, Spreuken 13. Maar wie met dwazen omgaat, wordt slecht, Spreuken 13, vers 20. In het Engels staat dat er, he that walks with wise men shall be wise. But the companion of fools shall be destroyed. We zeggen het vaker tegen elkaar, maar we kunnen hier vaak genoeg zeggen. Zorg ervoor dat je omgaat met mensen die verder zijn dan jij. Een stukje wijsheid hebben waar je wat mee kan. Mensen die zijn geweest daar waar jij misschien nu bent. Dat je zegt, ik wil graag intappen
in je wijsheid, in je ervaring met de Heer. Goed kijken naar wie je optrekt. En weet je, er is iets geks met negatieve mensen. Negativiteit is niet aantrekkelijk. Niet aantrekkelijk. Naar welke tante ga je liever? Tante 1, die zegt, zo goed je weer te zien. Fijn, kom eens lekker zitten. Welkom. En, of tante 2, die zegt, ik heb zo'n last van mijn rug. Oh, en het onkruid, kijk nou toch. En ik kan het, en het gaat regenen. Weet je, vanmiddag zeggen ze, het gaat regenen. En hoofdpijn. Naar welke tante? Ik hoop niet dat jij zo'n tante bent, zeg maar. Het werd zo stil in de zaal. Negativiteit heeft niks aantrekkelijks. Dan gebeurt er iets geks met negativiteit. Negatieve mensen die hier niet zitten, maar voor het geval iemand dat je iemand kent. En ze trekken elkaar aan. Negativiteit trekt elkaar aan. Moppenkonten trekken elkaar aan. En in de christelijke, in de niet-christelijke wereld is dat ook zo. Het is overal. Alleen in de christelijke wereld komt er een bijbeltekst overheen. Ik ben lang genoeg geen christen geweest om daar altijd doorheen te prikken. Wat een flauwe kul wordt er verkondigd over de Heer heeft me laten zien. Breek me de bek niet open. Enfin, dat is een ander onderwerp. Dus negativiteit trekt elkaar aan. Gaan elkaar lekker zitten te bevestigen in het negatieve. Heb jij ook zus en zo? Vind je ook? Ja, eigenlijk ook ja. Ja, oh ja. En dan vinden ze elkaar, maar het is altijd maar voor een tijdje. Want er is niks negatiefs. Niks aantrekkelijks aan het negatieve. Dus na een tijdje vinden ze elkaar ook niet meer aantrekkelijk. Want het is allemaal negatief. Maar dan ben je meestal te laat. Meestal ben je dan al uit de positieve sfeer geroepen en getrokken enzovoort. En dat is het onderwerp van de vijand. Dat is hoe hij probeert mensen te trekken uit de zegeningen van de Heer. En dus gewoon doorheen prikken. Gewoon doorheen prikken. En al helemaal niet een bijbeltekst eroverheen. Dat heb ik echt een beetje, denk ik, ja, zo, ik mag je niet uitlachen, maar soms doe ik dat wel eens. Nou, weet je wat het probleem daarvan is? Is dat niet-christenen ons daarom hypocriet noemen. Het is niet neutraal. Niet-christenen vinden ons soms helemaal hyper. De Heer zegt dit tegen jou, de Heer zegt dat tegen jou. Ja, praat de Heer tegen jou. Tjong, tjong. En dan ga je zus, dan ga je daar wonen, dan ga je daarheen. En zo, dat zegt de Heer allemaal. En wij vinden je al een beetje spooky. Maar de Heer, de mensen om je heen. Oké, ander onderwerp. Ja, het volgende punt. Laten we aan de preek bij de aantekeningen blijven. Dus negativiteit had ik gezegd, die kiest vrienden voor je uit, die had ik genoemd. Hè? En daar heb ik een beetje geprobeerd uit te leggen. Spreuken 18 vers 1, een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil. Hij gaat de strijd met alle wijsheid aan. Weet je, er is iets over een zelfzuchtig iemand, alleen je eigen wil. Er is echt een soort strijd, in de Bijbel wordt dat in deze teksten alleen al tegenover elkaar gezet. Je eigen wil alleen maar doen of wijsheid zoeken bij God en mensen en zijn woord. Dat is ook belangrijk, waar zoek je die wijsheid dan? En de Bijbel zegt, door de veelheid van raadgevers komt een wijs besluit tot stand. We hebben vorige keer gekeken. En ik zou zo willen dat christenen beter worden in wijsheid met elkaar delen. Niet de mening, maar wijsheid, de raad. Je zou zo willen dat mensen meer raad willen ontvangen. Wat zou jij doen? Hoe doe jij dat? Jij bent er geweest. En wat denk jij dat God zegt? Enzovoort. Er zijn hier mensen, zelfs zuster iemand, die volgt alleen zijn eigen wil. Hij gaat de strijd met alle wijsheid aan. Gek, hè? Omdat de motivatie niet klopt. Is op jezelf gericht en dan ga je vechten tegen wijsheid. Hele gekke dynamiek is dat. Maar het is niet voor hier, het is voor iemand die je kent. Weet je wel. Wie zichzelf isoleert, staat op tegen wijsheid. In Spreuken 27, oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. Vorige week ook gelezen, vorige keer. Maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Je hebt mensen nodig die het mogen zeggen tegen je. En je mogen vragen stellen. En mogen helpen in je bestemming met God. Want dat is de motivatie. De mensen helpen, elkaar helpen om in Gods bestemming te wandelen. Gods beloftes te wandelen. In relaties is er dat van die bankrekening, weet je wel, over en weer. Je moet investeren op die bankrekening, wil je er iets uit kunnen trekken.
En soms, ik hoop niet dat het jou ooit gebeurd is, dat je bij de tapautomaat staat en dat je niks meer krijgt. Omdat je rekening meer dan leeg is. En soms is het zo in vriendschappen, dat de rekening is leeg. Je trekt negativiteit trekt altijd van de rekening. En de Heer wil ons leren om te storten op die rekening, om saldo te bouwen. Het is twee kanten op. Nummer 4, negativiteit vergroot en verstoort de waarheid. Het vergroot het. Spreuken 12, vers 25, kommer of vermoeidheid maakt een mens neerslachtig, depressief. Een hartelijk woord beurt hem op. Het vergroot bepaalde dingen. Het is niet onwaar, maar het legt zo het vergrootglas erop. Dat je er gebeurt iets heel geks. Als iemand zou zeggen, in de krant zou schrijven, ABN AMRO gaat bijna failliet. Zorg ervoor dat je gauw je spaargeld eraf haalt, anders heb je het straks misschien niet meer. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat iedereen zijn spaargeld eraf halen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze failliet. Dat is wat negativiteit doet. Dat maakt iets heel groot. En vervolgens, ja, zie je wel, ja. Ja, op die manier kwam je er wel. Op de een of andere manier, negativiteit maakt minachtende opmerkingen. Harde oordelen. David aanbad de Heer. En met zijn eigen vrouw riep, nou, je hebt je wel weer lekker gedragen vandaag. Hij liep te dansen voor de ark uit. Dat is zo negatief. Dat is een typisch echt heel negatieve, bittere uitspraak. De Bijbel zegt dat ze geen kinderen kon krijgen daarna meer. Vanwege haar houding naar David toe. Het was nogal een uitspraak. Hij dient de Heer. Er is iets. Weet je, heb je dat wel eens? Je zit in een restaurantje, vorige keer ook wel eens verteld. En je hoort een gesprekje af en toe links en rechts volgende tafeltje. Dan hebben ze het over iemand op televisie. En dan zegt iemand, ik haat die persoon, ik haat hem. Hoe bedoel je? Je hebt hem nooit ontmoet. Je kent hem niet eens persoonlijk. En toch heb je je oordeel al klaar. Dat is wat negativiteit doet. En ik moest me bekeren, maar als ik dan op het terrasje zit en ik zie een BMW 7 serie cabrio, hagelnieuw, er zit een mannetje in van 23, 24, met zijn petje achter tevoren. En die reed voorbij en dan zei ik altijd, drugsgeld, dat is drugsgeld, dat kan toch niet anders, dat is drugsgeld. Maar ik moest me bekeren van negativiteit en van mijn snelle conclusies. Misschien zit er wel eentje hier in de, dat zou kunnen, weet ik niet. Dat is een nadeel van dit gebouw. Vroeger op de Binkhorst wist ik wie welke auto reed. Zijn er niet zo schijnheilig te glimlachen, want alle mannen doen dat. Die zitten te kijken, die rijdt in de Lexus. Wow. Nou, de hele gemeente wist dat, niemand zei het. En iedereen wist waar ik in reed. Dat is nog niet zo heel moeilijk, dat staat meestal hiervoor. Maar er is iets. Misschien heeft hij gewoon een erfenis gekregen. Misschien heeft hij de auto gehuurd voor een dag. Wees voorzichtig. Ik moest voorzichtig worden met mijn conclusies. Dat is wat negativiteit doet. Dus dat willen we niet. Negativiteit neutraliseert, het ontkracht het werk van de Heilige Geest. Er is niks negatiefs aan de Heilige Geest. Er is niks negatiefs aan zijn woorden. Er is niks negatiefs aan de goedheid van de Heer en de liefde die God ons geeft. Er is niks negatiefs aan het Koninkrijk van God. Dus soms zeg ik tegen mezelf, zou de Heilige Geest dit zo zeggen? Nou, dat is een retorische vraag, het antwoord is... Het antwoord is dan meestal? Nee. Nou, alleen Hanna is eerlijk. Jongen. Maar ja, zij is ook hoofdcommunicatie. Dat moet wel. Nee, dames en heren, dat is dan meestal niet de Heilige Geest. Als je die vraag moet gaan stellen aan jezelf. Toch? Ja. Klasgenoten? Zijn we nog een beetje aan het leren? Ja, toch? Als je je moet gaan afvragen, is dit? Nee. God is zo goed. God is zo goed. Weet je, er is heel veel goeds aan de Heer. Het antwoord nummer 7. Focus op God. Focus op zijn goedheid. Focus op alles wat hij doet. Op wat hij al wel doet. Focus op dankbaarheid. We hebben een boek gelezen. Het heet Leadership Pain. Voor de voorgangers van CLC. Met elkaar besproken in de Pastors Week. En weet je over waar dingen... Maar je hoeft niet voorganger te zijn om door pijn heen te moeten gaan. Met mensen en situaties. Gaat iedereen doorheen. Hoe ga je ermee om? Eén ding was dat we... Het voordeel van het boek is... Ik ben dus niet de enige. Ik ben niet gek. Het ligt niet allemaal aan mij. En het tweede is dat het boek ons leert om... Het antigif is dankbaarheid. Dankbaar. Je ogen bewust richten op Jezus.
En zei, ik snap niet alles wat er nu gebeurt. Ik snap niet alles wat er in de wereld gebeurt, in mijn leven gebeurt. Maar één ding weet ik. Als ik u volg, weet je nog, vorige keer. Wat gaat er met hem gebeuren? Dan zei de Heer Jezus. Eigenlijk zei hij, gaat je niks aan. Volg jij mij. En dan komt alles goed. En het is zo belangrijk dat we onze ogen steeds richten op Jezus. Niet te veel links en rechts, want het kan zo afleidend zijn. Maar op hem en op zijn goedheid. En op de Heilige Geest. Waarvan de Heer zei, ik zal een bron van levend water openen in je hart. Waar veel mensen aan zullen laven. Veel mensen zullen komen drinken van de goedheid van de Heer. Die ze proeven bij jou en mij. Als we hem volgen, als die bron wordt geopend in ons leven. Psalm 119, vers 68. God is goed en hij doet goed. Dat moet als een paal boven water staan. Dat moet zo in je denken. Ik snap niet alles, maar dit weet ik. Hier is er nog één. God is ons, Psalm 46. God is ons een toevlucht en een sterkte. Ten zeerste bevonden in de hulp van benauwdheden, in tijden van benauwdheden. Ten zeerste bevonden hulp in benauwdheden. A very present help staat er in de King James. God is degene die wil helpen. En deze, Psalm 71, ik weet nog goed dat, hoe heet ze ook weer? Julie Galantis. En ik zat daar te luisteren naar haar woord en ze noemde deze psalm. En dat kwam bij mij zo binnen. Ik dacht, wauw, staat dat er zo? Ja, het staat er echt zo. As for me, I will always have hope. Wat mij betreft, zal ik altijd hoop hebben. En je hoort het getuigenis van Martine en je denkt misschien, ja, een week, ik ben al 2 jaar bezig. Je hoort de moeder van Tabitha, die al jaren en jaren gelooft voor genezing. Maar ben je liever ziek zonder hoop of met hoop? En ik moest leren, en soms nog steeds, ik snap de omstandigheden niet, maar ik ga liever hier doorheen met hoop. As for me, I will always have hope. Ik zal altijd hoop hebben. En word ik niet hier genezen, of word ik niet hier, komt niet hier alles wat ik wil, waar ik voor bid, dan is het wel straks aan de andere kant van de eeuwigheid. Daar zullen we genezen. Je kent dat grapje, wie was er in de eerste dienst? Oh, niet zoveel, heel goed, dan kan ik hem nog een keer vertellen. Is het leuk, nog een keertje? Ik dacht serieus dat ik hem al vaker had gedaan, maar over de andere kant van de eeuwigheid. Dus was het echtpaar, was wat ouder aan het worden. Dus die moeder, of die vrouw, die zei, we moeten echt gezond gaan eten. Dan kunnen we gezond echt oud worden. Dus we gaan aan de rauwe andijvie en we gaan de groenten, rauwe groenten. En tomaatjes en zo. En een augurk. En die man die hield van vlees, lekker vet vlees en speklappen en zo. Nou, ze zei niks, speklappen en vlees. We gaan er allemaal mee stoppen. We gaan gezond, oud worden. Nou, die man had er helemaal geen zin in, maar jaren en jaren zat hij aan de augurkjes en de rauwe andijvie. Tegen zijn zin in. En toen zijn vrouw stierf, en niet lang daarna stierf hij. En hij kwam in de hemel. En dat was allemaal lekker eten, heerlijk. En alles wat hij maar wilde, en lekker vlees enzovoort, alles was daar. En hij zegt tegen een engel, we moeten toch gezond eten. Toen zegt die engel, nee, joh, je kan hier niet ziek worden. Hè? Dus je kan alles eten wat je wil. Toen zegt hij tegen zijn vrouw, we hadden hier 10 jaar eerder kunnen zijn. Anyways. As for me, I will always have hope. Ik weet niet hoe theologisch juist het allemaal is. Eten we vlees in de hemel, zal allemaal niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Geen idee, ik ben er nooit geweest. Maar hij is leuk. Hey, we gaan staan, we gaan een moment de Heilige Geest bewust vragen om die bron in ons. Want zijn goedheid, om die verder te openen. Het positieve, de liefde, de warmte, de energie van zijn goedheid. We gaan zo nog even dat lied zingen. Een lied. En ik wil je vragen, heel bewust. Misschien moet je even gewoon je handen even ontvang de Heilige Geest. Ontvang zijn bron, zijn levend water. Laat het stromen. En misschien moet je wel vergeving vragen voor negativiteit. Heer, vergeef me. Ik wil uw woorden. Ik wil de bron van levend water. U bent gekomen om leven te geven. En overvloed. Dank u wel. Ontvang het opnieuw vandaag. Terwijl we dit lied samen...